Veel mensen in de wijk hebben de poster Peace Now voor hun raam hangen. En wij gaan in gesprek met de maakster. Ja, in oktober toen ontstond er heel veel oorlog, heel veel geweld, vooral ook in Israël. En toen heb ik echt wekenlang naar de beelden gekeken op het nieuws en op social media. En toen dacht ik wil iets doen. Ik wil laten zien dat ik dit allemaal niet oké vind. En ik wilde een poster maken. Iets wat ik op mijn huis kon plakken. En toen heb ik een Utrechtse kunstenaar gevraagd om een ontwerp te maken. En dat heb ik vervolgens heel vaak in de stad gebracht. Ik wilde een soort poster maken met een universeel beeld voor vrede. En ik dacht vrede, maar dat klinkt al heel vrijblijvend. Dus ik dacht, we willen het nu. En toen ging ik eerst een beetje op internet kijken. En toen zag ik allemaal beelden van oorlogen lang geleden. En toen dacht ik, nee, ik wil iets wat past bij deze tijd. En toen heb ik de Utrechtse kunstenaar Max Kisman opgebeld. En gezegd, hey, kan jij iets maken? En die kwam eigenlijk binnen. Ja, een hele korte tijd had hij dit gemaakt. En toen heb ik gezegd, prima, niks meer aan veranderen, gewoon drukken. Op deze Peace Now poster staat dus de klassieke duif met de marentak. Die staat voor vrede. Hij heeft hem niet in zijn mond, hij laat hem heel creatief uit de wee groeien. Het idee was om iets te maken wat wel bij deze tijd hoort, maar toch even helemaal nieuw is. Dus dat het niet van een bepaalde organisatie is, zodat mensen ook iets hebben van, nou, dit past bij mijn gevoel. Ik wil gewoon vrede, ik wil geen gedoe, ik wil geen polarisatie. Ik wil gewoon deze boodschap op mijn raam hangen. Ik heb heel bewust gekozen voor een zwart-wit beeld, omdat er dan geen verwijzing is naar een bepaalde nationaliteit of een bepaalde oorlog. Er is namelijk op dit moment wel echt heel veel geweld in de wereld. En eigenlijk zijn al die conflicten ook op een bepaalde manier weer met elkaar verbonden. Ja, toen ik met deze posteractie begon, dacht ik van nou, een beetje wat voor mijn buurt, wat voor mijn vrienden. En toen werd het groter en groter en groter. En toen werd het landelijk. En nu is het bijna zelfs ook in andere landen gaande. Het is echt veel groter dan bedacht. Ik heb er zelf nu 37.000 posters in omloop gebracht. En er staan er alweer 8.000 klaar. Dus het is wel behoorlijk uit de hand gelopen. Dus als je het gevoel hebt dat je het in Utrecht overal ziet, dat klopt eigenlijk ook wel. Maar ik stuur ze ook naar Ameland en Valkenswaard en Valkenburg en Zeeland. Ja, echt zelfs de kleinste dorpjes hebben een poster inmiddels. Ik wilde de posters zo lang mogelijk gratis houden, omdat anders ook de sfeer kan ontstaan dat ik geld wil verdienen aan ellende. Aan gruwelijke situaties in de wereld. En dat wil ik niet. Ik wil dat heel ver van mij werpen. En ik wilde ook de actie zo laagdrempelig als mogelijk maken. Dat iedereen die zin had of dat die daar aan mee kon doen. Maar gratis, het is niet goedkoop. Dus dat is wel werd wel een probleem toen het veel groter werd. Want dan heb je hogere drukkosten en werd het echt steeds duurder om dit allemaal te doen. En hoe heb je dat opgelost? Ja, ik was eigenlijk heel enthousiast aan dit project begonnen. Dus ik dacht zo van, ik begin ermee, het is een goed doel. Ik krijg er vast wel ergens van een bepaald fonds dat voor vrede of zoiets is wel een subsidie voor. Dus ik dacht, ik gooi er eerst allemaal van mijn eigen geld in. En ik krijg geen subsidie. Want fondsen die zeggen van, we kunnen geen projecten steunen die al begonnen zijn. Dus dat was wel echt een groot probleem. En daarom ben ik dus een crowdfunding begonnen. En mensen die bestellen posters bij mij, of ze sturen gewoon naar aanleiding van de QR-code een kleine donatie. En dan kan ik gewoon, elke week krijg ik van de crowdfunding krijg ik een beetje geld. En dan kan ik weer nieuwe dingen doen. Als je een poster op deze schaal verspreidt, dan heeft iedereen een andere interpretatie daarvan. En dat vind ik eigenlijk helemaal niet erg. Het belangrijke is dus dat we er met heel veel mensen over gaan praten. Want je
kan zeggen wat je niet wil, maar je moet ook kunnen formuleren wat je wel wil. En wat ik heel mooi vind aan de poster is dus dat heel veel mensen die hem ophangen achter hun raam, sommige mensen vinden het eerst een beetje spannend, want ja, zit toch op je huis. Maar ik hoor dus dat heel veel mensen ook naar aanleiding van de poster gesprekken hebben met buren over, nou, wat is vrede? Of wat vind jij van wat daar allemaal gebeurt? Of maar heb je dit gezien? Die gesprekken, daar zit ook heel veel waarde in. Want als we weer met elkaar gaan praten, dan ontstaat er ook veel meer begrip voor elkaar. En als we elkaar beter begrijpen, dan kunnen we ook beter samenleven.